Welkom in de Lorentzaal van het Kort, dus van harte welkom allemaal. Hij studeerde kernfysica in Delft, was jarenlang activist en campagneleider bij de milieuorganisatie Greenpeace. Stond op het Binnenhof bekend om zijn kennis van milieu, duurzaamheid en energie. En is nu werkzaam bij het afvalbedrijf HVC in Alkmaar. Over duurzaamheid vanavond, Lierik Samson. Een applaus. In vrijwel ieders leven heb je van die gebeurtenissen of ontmoetingen waarvan je heel veel later concludeert dat ze de loop van je leven hebben bepaald. Bij mij is dat in ieder geval wel zo. En het zijn er twee. Ze kwamen ook precies op dezelfde dag. Het waren een boek en een bom. En ik weet nog precies op welke dag ze kwamen. 10 juli 1985. Mijn 14e verjaardag. Het boek kreeg ik die ochtend als verjaarscadeau. Het was Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. De schrijfster die door jullie generatie nauwelijks meer gelezen wordt, maar mijn generatie, de schrijfster van mijn generatie. Thea Beckman, Kinderen van Moeder Aarde. En de bom was diezelfde ochtend helemaal aan het andere eind van de aarde. In de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, werd die bevestigd door Franse spionnen op de romp van de Rainbow Warrior. Het Greenpeace-schip wat vervoer onder Nederlandse vlag. Met een Nederlands bemanningslid aan boord, Fernando Pereira. En hij overleed bij die bomaanslag. En terwijl de kranten daarna in Nederland natuurlijk vol stonden van die gebeurtenis en mijn bewondering met de dag groeide voor die dappere milieuridders die daar ver in op de Stille Zuidzee hadden geprobeerd om een kernproef tegen te houden en zo laf waren aangevallen door de Franse geheime dienst, las ik het boek Kinderen van Moeder Aarde. Het boek is het fantastische fantasieverhaal over de wereld na de Derde Wereldoorlog. En door het nucleaire geweld van die Derde Wereldoorlog was de aarde gekanteld en was Groenland op het mediterrane klimaat komen te liggen. IJs was gesmolten en er was een fantastisch land onder vandaan gekomen en de geharde inwoners, Eskimo's immers, hadden besloten om het helemaal anders aan te pakken. Ze gingen een nieuwe samenleving starten. En wat voor een? 100% socialisme, 100% ecologie en 100% feminisme. De mannen hadden er een bende van. Het laatste heb ik dan Thea Beckman maar vergeven en ik las door. En het is een fantastisch boek omdat je ziet dat mensen dus kunnen besluiten om in volledige harmonie met elkaar en met de natuur te leven. Ze hadden de dieselmotor al lang weer uitgevonden, maar besloten om hem niet te gebruiken, want te vervuilend. En om het verhaal compleet te maken, overtuigden ze ook nog eens de vermaledijde Europeanen. Die hadden natuurlijk niets geleerd en waren uit het verwoeste continent overkomen varen om Groenland in te nemen. Die werden volledig ingepakt door de inwoners van Groenland. Jullie kunnen begrijpen, het idealisme van deze 14-jarige stond in vuur en vlam en mijn missie stond vast. Ik wilde bij Greenpeace gaan werken, ik wilde de erfenis van Fernando Pereira eren en ik wilde de droom van Thea Beckman waarmaken. Kinderen van Moeder Aarde zouden wij allemaal worden. We zijn nu dus ongeveer 30 jaar verder. En dan is een beetje de vraag, is dat dan een beetje gelukt? Zijn we nu een stapje dichterbij gekomen? En ik moet jullie wel bekennen dat, eerlijk gezegd, nog maar een paar jaar geleden, en in energietermen zo ongeveer gisteren, laten we zeggen zo rond 2009, was ik buitengewoon pessimistisch over het antwoord op die vraag. Om niet te zeggen wanhopig. Ik neem jullie even terug naar het jaar 2009. Dat was het jaar waarin de hele wereld vol verwachting richting Kopenhagen marcheerde. De grote klimaatconferentie in Kopenhagen, die alles zou veranderen. Obama was gekozen als president of hoe je nieuwe wind door de Verenigde Staten en in China ontlook het milieubesef. Dus daar zou het gaan gebeuren. Kopenhagen werd een spectaculaire mislukking. 2009 was ook het jaar waarin door merkwaardige omstandigheden in de markt zonnepanelen duurder werden in plaats van goedkoper. En ze waren zo vreselijk duur. En 2009 was ook het jaar waarin de eerste elektrische auto op de markt verscheen. Zou je zeggen, goed nieuws? Nou ja, tot je hem zag. Het is ongeveer een opgevoerde invalide wagen met accelerator tot een tuinhek en dan moest hij alweer aan de stekker, want was hij alweer lekker. En 2009 was ook het jaar dat het eerste offshore windmolenpark in Nederland, Gemini genaamd, een mooie Nederlandse naam, boven Schiermonnikoog, kreeg een subsidie. Ook goed nieuws zou je denken. De subsidie bedroeg 16 cent per kilowattuur. Dus om het windmolenpark te kunnen draaien, droegen wij allemaal als belastingbetaler, als overheid, 16 cent per kilowattuur bij om het rendabel te maken. Ik was toen milieuwoordvoerder in die dagen en dan zit je een beetje achteraan in de
bankjes. Dus dan kon je ongezien op de achterkant van een bierviltje uitrekenen wat dat zou betekenen voor de gehele ambitie van Nederland. Nou ja, alleen voor het offshore winddeel ervan. Ongeveer 15% van de totale energievoorziening. Om dat te betalen, die 15%, 1/8 van het totaal, zou de Nederlandse belastingbetaler 16 cent per kilowattuur ongeveer 140 miljard euro kwijt. 140 miljard, en ik had net een loopgravenoorlog van een half jaar achter de rug om als Kamerlid 5 miljoen voor een of ander pilotprojectje te kunnen regelen. Dus je kunt begrijpen dat de moed mij in de schoenen zakte. En 2009 was ook het jaar dat het grootste Nederlandse duurzame energiebedrijf wat we ooit hebben gehad, E-Concern genaamd, ging failliet op de slipper van de financiële crisis. En daar zaten we nou, 2009. Windmolens te duur, zonnepanelen onbetaalbaar, elektrische auto's niet om aan te zien, E-Concern failliet, Obama had Kopenhagen uit zijn handen laten vallen. Er was heel weinig om trots op te zijn, zeker niet voor politici. Want Nederland had in de eerste 10 jaar van de eeuw, als ik het nu, ik ben wat milder geworden, dus ik druk het mild uit, een ongelukkig energiebeleid gevoerd. Het energiebeleid van Nederland was overigens niet te rechts. Dat zei ik in die jaren af en toe wel, dat moet u mij maar vergeven, zo gaat dat in Den Haag. Dat was niet het echte probleem. Het probleem was overigens ook niet dat het beleid veel te links was. Dat zeiden mijn rechtse opponenten dan wel, en dat moet u hen maar vergeven, zo gaat dat in Den Haag, soms. Nee, het probleem was eigenlijk dat het energiebeleid elke keer anders was. Kijk, waar de Duitsers, goed beschouwd, het stomste, duurste en minst efficiënte subsidiesysteem tot een heel groot succes maakten, door één Duits ingrediënt toe te voegen, ausdauer, gewoon volhouden, daar wisselden wij bij elke windvlaag het beleid. En we begonnen ooit in Nederland met een belastingvrijstelling voor duurzame energie, maar we hebben in Nederland veel te slimme belastingadviseurs, dus dat liep gierend uit de hand. We hebben het snel veranderd, subsidiesysteem van gemaakt en toen kreeg je de modus. Windenergie in de mode, hup, alle subsidies naar wind. Biomassa in de mode, hup, alle subsidies naar biomassa. CDA in de regering, hup, alle subsidies naar de boeren, biovergisting. En bij elke wijziging van het beleid werden investeerders dus angstiger voor de toekomst. En als klap op de vuurpijl, toen de regering in budgettaire problemen kwam, stopte we acuut met alles, in één keer, om een jaar later verder te gaan met een totaal ander systeem. Je kunt je voorstellen, in 2009 was het beleid helemaal vastgelopen. 0,5% duurzame energie hadden we in dat jaar. En toen, langzaam maar zeker, veranderde dat een beetje. Nederland ging zich realiseren dat je, als je duurzaam energiebeleid wil voeren, dan moet je beleid ook duurzaam zijn. In de zin dat het lang hetzelfde blijft. En we sloten het energieakkoord. Althans, we kibbelden er eerst een paar jaar over en daarna sloten we het. In 2013. En toen het getekend werd, in 2013 inmiddels zaten we in de regering, was ik politiek leider van de Partij van de Arbeid geworden. In 2013 was er heel veel scepsis over dat akkoord. En toegegeven, het kon ook nog echt op een miljoen manieren mis. Maar het ging dus niet mis. Het ging niet mis. En ik durf nu te beweren, nu weer 5 jaar verder, dat van alle akkoorden die we de afgelopen jaren hebben gesloten om Nederland er weer bovenop te helpen, en geloof je mij, ik was erbij, het waren er veel, zorgakkoord, sociaal akkoord, de onderwijsakkoord, woonakkoord, van al die akkoorden is het energieakkoord met afstand het akkoord dat Nederland het meeste gaat veranderen. Neem offshore wind als voorbeeld. Ik zei al 16 cent per kilowattuur. Vorig jaar de laatste tender, dus de laatste subsidiebeschikking, 5 cent per kilowattuur. De derde. En daar houdt het dus niet op. Op dit moment kijkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heet het inmiddels, naar de nieuwste aanvragen van bedrijven om te mogen bouwen op zee. En de subsidie daarvoor bedraagt wel 0 eurocent subsidie voor offshore wind. In 9 jaar tijd van 16 cent naar 0. Dat is niets minder dan een revolutie. Kijk naar zonne-energie. Vroeger was je op feestjes toch een beetje een sneuneus als je vertelde dat je zonnepanelen op je dak had liggen. Of milieuvriend, of hoe je dat maar ook wil verwoorden. Moest ook weer wat voor het milieu doen. Tegenwoordig ben je een dief van je eigen portemonnee, als je ze niet op je dak hebt liggen. Zonnepanelen op je dak zijn nog best prijzig, want er moet een installateur op klimmen. Die moet zich aan alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden houden en dan wordt het al snel, gaat het in de kosten lopen. Maar uiteindelijk heb je zonnestroom van je dak voor ongeveer 14 cent per kilowattuur. Bij de NUON kost het 22. Dus alles wat je niet van de NUON hoeft te kopen, maar van je eigen dak haalt, is wind. En dat is maar in een paar jaar tijd gebeurd en daar stopt het dus niet.
om de hele Nederlandse energievoorziening duurzaam te maken, zullen we een deeltje in zon moeten doen. Een deel wind en nog wat andere bronnen, maar een deel zal zon moeten zijn. Om precies te zijn, 400 vierkante kilometer aan zonnepanelen hebben we in Nederland nodig. 400 vierkante kilometer. Dan denkt iedereen zo, dat is wel een onoverzichtelijke grote hoeveelheid. China legde in de afgelopen maand 150 vierkante kilometer neer. En de komende maand doen ze het weer, en de maand daarna doen ze meer. Nou zijn wij kleiner, maar wat zij in 3 maanden kunnen, kunnen wij echt in 30 jaar. Dus met zonne-energie gaat het dus ongelooflijk hard. En kijk naar elektrische auto's. Dat is natuurlijk ook een merkwaardig verhaal. En achteraf gezien moet ik ook toegeven, elektrische auto's, je moet links de mensen ook geen auto's laten ontwerpen. We houden niet van auto's. Dus we nemen de kleinste auto die we konden vinden, stampen we hem helemaal vol met batterijen, doet hij het sowieso niet. Nee, soms heb je knetterrechtse mensen nodig om een elektrische auto te ontwikkelen. Dus neem iemand, die rechtse ondernemer uit Amerika, die beseft natuurlijk donders goed, je neemt het zwaarste chassis wat je kon vinden, Audi A8, dan maakt die batterijen toch niet meer zoveel uit, want dat ding weegt toch al 2000 kilo van zichzelf. Neem je vervolgens een auto van een ton, dan maakt de laatste 20.000 euro ook niet meer zoveel uit voor mensen die een ton uitgeven aan een auto. Mwah, dat maakt dan, en zo verander je de auto-industrie. En op dit moment zie je dat Volkswagen, General Motors en al die grote concerns in blinde paniek miljarden investeren om maar bij te kunnen benen. Bij te kunnen benen bij Elon Musk, maar eigenlijk vooral bij datgene wat wij veel minder goed zien, China. Want ook daar gaat het dus spectaculair hard. De stad Shenzhen, wie kent het nog? Nou ja, Clarence Seedorf was trainer van de plaatselijke voetbalclub de afgelopen maanden. De stad telt overigens 11 miljoen inwoners. Maar goed, er zijn er veel van in China inmiddels, dus neemt niemand wat kwalijk dat ze dat niet kennen. Die stuurde vorige maand een persbericht uit. Ze waren erin geslaagd om alle bussen die in Shenzhen reden, allemaal op diesel, in 3 maanden tijd te vervangen door 100% elektrische bussen. Dus niet die hybride festiviteiten die hier door de stad rijden, nee, 100% elektrisch. Dat waren 18.000 bussen. Dat zijn er meer dan er in heel Nederland rondrijden. In 3 maanden tijd vervangen voor full elektrisch. Het gaat ongelooflijk hard. Ergens in 2022, misschien al in 2021, komt het moment dat je in de showroom een middenklasse auto kunt zien staan die goedkoper is, elektrisch, dan een benzine-equivalent. Dus dan staat er een Volkswagen Golf, een populaire wagen, en daarnaast staat een elektrische variant die comfortabeler rijdt, goedkoper is in gebruik, want elektriciteit is veel goedkoper dan benzine, en goedkoper in aanschaf. Nou, leer mij Nederlanders kennen, dan gaat het ongelooflijk hard. En dan gaan gemeentes nog een heel groot hoofdpijndossier erbij krijgen. Laadbanen. We zijn een land zonder opritten. Ja, dat is nu al, met die paar auto's die je nu al hebt staan. Kun je nagaan als het hard gaat. Het gaat ongelooflijk hard. En dat is eigenlijk ook mijn belangrijkste boodschap aan jullie allemaal. Het gaat heel hard. En dat is wel wennen voor mensen die al een tijdje aan duurzaamheid werken. En zoals ik dan, sommigen van u ook wel, dan ben je toch een beetje gewend aan teleurstelling, tegenslag en uitstel. Het zat nooit echt mee. Milieuvriendelijke verf dekt ook niet en milieuvriendelijke lijn plakt ook niet. En, nou ja, je kent dat wel. Dat is altijd een beetje sappelen en duwen. En nu, opeens, sinds een paar jaar, moet ik dus wennen aan het idee dat het allemaal veel sneller gaat dan je denkt. Wij dachten zonnepanelen worden over 5 jaar, is de kostprijs onder de 10 cent per kilowattuur. Dat is vorig jaar al bereikt. Windenergie hetzelfde verhaal. Het gaat spectaculair snel met de technologie. En nou wij nog, mensen, kinderen van moeder aarde. Want het vlees is gewillig, maar de geest is zwak. Of als het andersom. De geest is gewillig en het vlees. Want hoe gaat dat? Iedereen heeft wel gelezen over duurzaamheid. Godschap, laat het huis verbouwen, want ik heb gehoord dat het goed is voor het klimaat. Tuurlijk, gaan we doen. En dan komt de offerte van de aannemer en die valt dan altijd tegen. En dan denk je, ach, bouwvakkers in huis, zaagsel over de vloer, zolder uitruimen, weet je wat, laat maar zitten. Dat is een herkenbare beslisboom en die speelt zich op dit moment af in 4 miljoen huishoudens. En dan denk je, oh, maar al die corporatiewoningen, die kunnen we mooi onder handen nemen. Nou, woningbouwcorporaties, dat zijn net mensen. Die denken dan, ja, jeetje, grote investering, lastige huurders, verbouwing die zich maar moeizaam terugverdient, want dat is zo. Weet je wat, laat maar zitten. En dan denk je, nou, weet je wat, dan regelen we het gewoon als gemeentes. Gemeentes, dames en heren, zijn net mensen. Want de wethouder, die wil graag, en die gaat dan een hele wijk aansluiten op een warmtenet. En die hoort dan bij de bakker of bij de slager of op het schoolplein.
Ja, maar alleen, dat gaan we niet doen, hè. Zo warmtenet zitten we aan die monopolist van de NUON vast. Dat willen we helemaal niet. Daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, weet je wat, laat maar zitten. En dat kan dus niet meer. Nu we de techniek in de rug hebben, nu we eindelijk eens een keer het momentum voelen voor duurzaamheid, moeten we ook doorpakken. En dan moeten we dus met z'n allen elkaar ook een beetje helpen om het voor elkaar te boksen. En dat kan dus wel. Je kunt als gemeente het besluit nemen om, nou, mag ik de moeilijkste wijk nemen? De professorenwijk. Die denkt dus, hey, geen moeilijke wijk, wonen allemaal dure, hoogopgeleide mensen met mooie huizen. Dat is dus de moeilijkste wijk. Daar wonen altijd mensen die op een of andere manier iets met rechten hebben gestudeerd. En wel weten hoe je dat, hoe je tegenstand kunt organiseren. Het is echt waar, een wijk met alleen maar coöperatiewoningen is eenvoudiger dan de professorenwijk. Dus we nemen de professorenwijk. Gaan we eens kijken, wat moet daar dan gebeuren om al die huizen daar van het gas af te krijgen? Allemaal een keteltje in huis, allemaal op gas koken. Dus iedereen moet daar te horen krijgen van ja, dat gaan we dus voortaan anders doen. Dan moet je dus als gemeente een collectief besluit nemen. Maar in de professorenwijk zou je in principe heel goed een warmtenet kunnen aanleggen. Dan moet je het wel op lage temperatuur doen. Gebruik je die sloten die ertussenin lopen als buffer voor de warmte. En dan sluit je dus alle ketels af en geef je een alternatieve vorm van warmte. Dan moet iedereen wel zijn huis isoleren. Maar dat wordt terugverdiend. Kan de gemeente voorschieten. Daar is langzamerhand. Moet iedereen ook overtuigd worden om inductie te gaan kopen. Kan dat. Maar je begint zo als lijnaar. Ja. Misschien maar aardig om eventjes dan tot lokaal bezig zijn over professorenwijk even vragen. Ik heb dit nu helemaal zo voorgekomen. En dan geef ik het zo meteen aan Marleen over. Nee, geef ik het zo meteen aan Marleen over. Maar dat is straks. Want dit kan dus niet, dit kan in de professorenwijk, maar dit is ongelooflijk gedoe. Maar we gaan het wel doen. Ik weet zeker dat we op dit moment de komende 5 à 10 jaar die hele verandering kunnen vormgeven. En als u dan al niet dacht, klimaatverandering is een goede reden, kijk dan maar gauw. Want om heel eerlijk te zijn, het is cynisch, maar als het nog één keer schudt in Groningen, dan gaan we echt in paniek allemaal de gaskraan dichtdraaien. En dat zou eerlijk gezegd een hele goede zaak zijn. Maar ja, in paniek is iets doen is nooit heel goed, dus laten we proberen om die volgende aardbeving voor te zijn. En daarmee sneller te reduceren. En dan kunnen we dus voor elkaar krijgen. Dan kunnen we dus in ongeveer 10 tot 15 jaar onze gebouwde omgeving heet het in beleidstaal, maar goed, onze steden en huizen, onze wijken en buurten, helemaal verduurzamen. Winnen we in comfort, hebben we een lagere energierekening, moeten alleen flink investeren en dat moeten we dan met z'n allen doen. Ook om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen niet de dupe worden van al deze duurzame vrolijkheid. He, want daar moet je altijd op letten, dat 80% van dit land vindt het leven al heel gecompliceerd zonder al die klimaatverhaaltjes en heeft dus helemaal niet zoveel te maken met. En die, ook hen moeten we helpen. Elkaar. En wat ik al zei, de 20% die er wel mee te maken heeft, heeft over het algemeen zo'n hoge opleiding dat ze altijd wel weer weten waarom het geen goed idee is. En dan kan het dus wel. En dat is ook het mooie aan het verhaal ten opzichte van nog maar een paar jaar geleden. Dat we nu in een heel ander tijdsgevricht zitten. En dat ik nu, mijn zoontje, trots, het boek Kinderen van Moeder Aarde cadeau kan doen. Jarenlang heb ik gedacht, ik doe het niet, want dan gaat hij vragen. Pap, wat deed jij dan? He? Heb jij het dan wel voor elkaar gekregen? Dan stond ik met mijn bek vol tanden. Nu durf ik het, hij leest het alleen zo snel uit dat ik niet weet of ik op tijd ben met het juiste antwoord. Maar anticiperend daarop denk ik dat wij kinderen van Moeder Aarde kunnen worden. Als we het momentum van nu goed gebruiken, als we elkaar helpen. En als we heel soms, als het heel erg tegen zit, even terugdenken aan die dag dat we 14 waren. En nog vol idealen de wereld willen bestormen. Eigenlijk zou Leiden het aan zijn stand verplicht moeten zijn om voorop te lopen in de transitie, zoals dat dan zo mooi is gaan heten, in het van gas loskomen. We zitten ook nog eens vrij vlak bij Rotterdam, waar bakken met warm water worden gemaakt. Dus het is allemaal, en dat staat ook allemaal keurig in het verkiezingsprogramma van de lokale PvdA. Even reclame zijn tijd. Maar Marleen, welke wij als in Leiden gaan vooroplopen? We hebben de perfecte condities, zegt dat soms. We zijn al hard op weg, maar wij willen ook als Partij van de Arbeid echt voorop lopen. En de sleutel die wij ook heel erg zoeken is naar hoe maken we het voor iedereen ook betaalbaar. Hè? Want ik ben zelf betrokken bij een aantal wijken, de Zeeheldenbuurt, nu bij de Prinsessenbuurt. Waar dan huizen gerenoveerd worden. En als je mensen vraagt, wat vindt u nou het allerbelangrijkste?
dan zeggen ze toch vooral die betaalbare woning. En daarna komt, en wilt u ook nog wat met duurzaamheid? Nou, misschien als mijn huur maar niet omhoog gaat, want ik trek wel een trui extra aan. Ja. Dat heb ik echt veel mensen horen zeggen. Dus ik vind ook dat je dan als gemeente moet zeggen, maar laten wij nou in ieder geval met die corporaties de afspraak maken dat we dat gewoon wel duurzaam maken. Wat bedoel, als je daar toch aan het renoveren slaat, is het natuurlijk belachelijk als je de kans laat liggen. En laten we dan met een subsidie of op een andere manier in ieder geval dat verschil van die huur overbruggen. En dan kan je er altijd nog over nadenken van ja, op het moment dat het echt terugverdiend kan worden en mensen dat zien, dan kan je misschien weer ook kijken van, dan kan die huur misschien een beetje omhoog. Maar mensen hebben, merk ik ook, zo'n wantrouwen vaak in de corporatie bijvoorbeeld, maar ook als wij als gemeente erbij zijn, dat ze echt zeggen, ja, eerst zien, dan geloven. En als je dat weet, dan kan je daar ook een strategie op ontwikkelen. Dus dat moeten we doen. We gaan in het Zuidwest starten met de pilot van gas los. Dus we gaan daar onderzoeken wat er nodig is om al die huishoudens daar van het gas af te halen. Ja, volgens mij moeten we dat in veel meer wijken gaan doen. We waren gisteren voor een verkiezingsdebat in de Merenwijk. Ik weet niet, hè, als student kende ik, ik was ook lid van de Spil. 1991 jongens. Ik ken daarom ook heel goed het boek van Kinderen van Moeder Aarde, want wij zijn wel generatiegenoten. En dus misschien weten jullie niet waar de Merenwijk ligt, maar dat ligt een stukje buiten het centrum. Ja, is volgens mij ook een hele geschikte wijk om dat te doen. En het mooie is dat daar heel veel bewoners zijn die zeggen, ja, maar wij willen dat ook. Waarom zijn wij geen pilotwijk? Dus volgens mij moeten we daar ook gewoon heel snel mee aan de slag. Wat nog wel de kunst is ook bij hierbij, is dat je inderdaad echt met die bewoners samen moet gaan kijken. Ja, wat moet je in je huis allemaal gaan doen? Dus wij hebben ook allemaal wijkambassadeurs daarbij en we hebben wijkverenigingen die we daarbij betrekken. Ik ben nu ook wethouder wijken, dus dat komt dan goed uit. Maar misschien ook wel weer leningen, subsidies. Het hoeft niet altijd een subsidie te zijn. Wij zitten ook heel erg te denken aan een soort van fonds dat je goedkoop mensen het geld kan laten lenen om die zonnepanelen op het dak te leggen, om dat dak te vergroenen. Maar ik zeg er wel altijd bij, als je geen geld hebt, dan kan je ook niet, hè, de business case komt niet rond met een schuld van 10.000 euro. En, dus nou, ik vind als Partij van de Arbeid zijn wij aan onze stand verplicht dat duurzaamheid van iedereen iets kan worden. En ik geloof heel erg dat je door, ja, door slimme strategieën te kiezen, en bij de een is dat misschien even de huur niet verhogen, bij de ander is dat een lening. En ook de argumenten aanpassen aan wat er past in zo'n wijk, die een heel eind komt. En nou ja, we hebben in ons verkiezingsprogramma een hele mooie droom over het Leiden 2030. En in ieder geval de meest duurzame stad van Nederland is een van die dromen. En ik ben wel heel optimistisch over de toekomst. Want ik zat vanmorgen, ik heb drie dochters en ik zat met de middelste, Katootje, zat ook op de fiets. En ik dacht, nou, ik ben net het campagne aan het voeren en ik vraag eigenlijk helemaal niet aan mijn eigen kinderen wat zij nou het allerbelangrijkste vinden. Dus ik dacht, ik ga dat eens vragen. Dus wij op de fiets naar school. Ja, het milieu natuurlijk. Dus het, echt, ze hoefden daar geen seconde over na te denken. Dus en ook heel vaak als we in de, dan zeg ik van, nou, dat is een beetje lui, wil ze met de auto's. Nee, we gaan fietsen. Oh ja, zegt ze, beter voor het milieu. Dus vroeg ik vanmorgen ook die gehaktbal die jij zo lekker vindt. Die nog even niet, zei ze toen wel heel eerlijk. Maar het is wel echt, ik merk gewoon bij die kinderen ook, als je in klasse bent, die zijn, ja, voor hen is het zo vanzelfsprekend, dat we daar weer heel veel van kunnen leren. Dus we hebben de perfecte randvoorwaarden en we moeten het ook gewoon ook gaan doen. Plannen. En als gemeente daar ook niet bang zijn de regie te pakken. Hè? Want dan, ja, als je het overlaat alleen aan bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Hè? We gaan nu nog nieuwe huizen bouwen met gas. Hè? Ja, dat dan die ontwikkelaars zeggen, ja, anders dan kunnen we het niet betalen. Ja, dan moeten we dus gewoon zeggen, dat doen we niet meer. Nee. We gaan niet een nieuw probleem creëren of een probleem groter maken. Dus we moeten daar gewoon een stevige rol pakken als overheid en in dit geval de gemeente. En ik heb sowieso ook een businessplan, in ieder geval nu overgehaald, dat ik de persoon die de wokpan, of niet gas, dat is inductiewokpan. Een inductiewokpan. Ja, dat lukt best hoor. Ja, dat lukt mij heel goed. Maar misschien kan ik niet kopen hoor. Ik zag nog wat meer handen, achter iemand handen. We zagen tijdens de kabinetsonderhandelingen dat de SP niet bij de VVD wilde onderhandelen. Ja. En GroenLinks dat geprobeerd, maar er op een gegeven moment sterk uit is getrokken. Wellicht ook uit angst om ook tegen zo'n verkiezingsnederlaag aan te lopen. Ik vroeg me af, ziet u dat als een soort van gebrek aan realisme bij linkse kiezers? Nou ja.
Ik vond het niet sterk van de partijen. Over de kiezers, die hadden al gesproken. Die werden niks meer gevraagd over hoe het dan verder moest. Dat is in Nederland natuurlijk altijd een wat onbevredigend gevoel voor elke kiezer. Daar zijn ook wel voorstellen voor gedaan, maar die sneuvelen elke keer weer. Dus je moet het als kiezer doen met een uitslag en daar gaan de partijen mee aan de slag. Ik vond het van beide partijen niet sterk om het niet te gaan doen. Maar ik snap het wel een beetje beter, dan opzicht van 2012, want het land is niet in crisis. Dus je kon je als partij die luxe veroorloven om gezellig op het plus van de oppositie te gaan zitten. Daar is het echte plus, hè. Afzien doe je in de regering. Dat is een spijkerbed. Die konden zich dat veroorloven, dus ik kan ze ook niet echt iets verwijten op dit punt. In 2012 echter had ik mezelf nooit meer aangekeken als ik dezelfde strategie had bewandeld. En die was er. Je had ook kunnen zeggen, joh, we zijn niet de grootste geworden. VVD, zoek het lekker uit met al je rechtse vriendjes. Wat had je dan als Partij van de Arbeid nog te melden gehad? Niks. Je had het land overgelaten aan partijen die het een andere richting in hadden gestuurd. Ik wil het nullig doen, maar ja. Bij voor de verkiezingen, ja. Heb jij ook heel stellig geroepen dat we met VVD hebben. Nee, ik heb zelfs gezegd, ik kan hier de interviews laten zien, ja. Ik vind dat we in deze situatie met iedereen moeten kunnen samenwerken. Laatste debat, de woensdag voor de verkiezingen. Laatste tweede debat. Ik weet het nog omdat het uiteindelijk een interessant gesprek. Er was een dame, ze hadden weer zo'n nieuw format, hebben ze elke keer weer. Maar nu hadden ze een dame die dan uit het publiek en die mocht een vraag stellen. En die zei, vroeg aan alle fractievoorzitters, en we stonden er allemaal adrenaline uit de oren, nog één dag voor de verkiezingen, toestand. En laatste vraag van het debat. Wat gaat u hard beloven aan mij? Welke belofte gaat u niet breken? Noemt u er een? Nou, Pechtold mocht eerst onderwijs, Roemer, zorg, weet ik wat. Toen mocht ik en ik zei, Genk, ik ga geen enkele belofte doen die ik niet breek. Want ik breek alle beloftes die ik nu ga doen. Want we moeten hier namelijk straks met elkaar gaan samenwerken. Na de verkiezingen. Ook met hem. En toen wees ik op Mark Rutte. Dat kiezers dat niet leuk vonden. Geen moment twijfel erover dat ze experiment hebben gedaan. Maar ook, ik neem ze ook geen moment kwalijk. Alleen, ik neem het de politicus, zou ik het aanvragen nemen als hij dat gedaan. Sorry, als ik dit niet verwacht. Ja, er zijn meer handen, dus ik ja, nee, dit is natuurlijk het gesprek van de... Ja. Is wel een beetje terugkijken op, hè, jongens. Mag Mag ik u vragen, als we dan toch duurzame onderwerpen, dat ook echt heel interessant, een beetje achter ons hebben gelaten, met het algemeen, dat ik vind het echt een heel... Vroeger ging er maar 1 minuut over duurzaamheid, en dan ging je meteen aan. Dus het zijn al echt heel veel. Nou, ik had die vraag ook al, ik niet meer terug. Maar ja. U heeft nu echt, vind ik, een heel inspirerend verhaal. Je hebt nu nou een politieke carrière wel vaker gehoord, maar ik vind het echt een mooi verhaal. En daarvoor had u toch ook best wel een duidelijke visie op deze wereld, bij Greenpeace en allerlei organisaties. Terwijl jullie politieke carrière, zeker het laatste jaar, gaat het eigenlijk alleen maar over randzaken. Ik denk persoonlijk best wel verguisd. Heeft u een superharde persoonlijke campagne gehad met meneer Asscher, bijvoorbeeld met de lokale bestuurders die u afvielen, ja, in allerlei kranten. In hoeverre belemmert dat dan, in hoeverre is dan de politiek nog de goede plek om zo'n inspirerend verhaal te vertellen? En er zitten hier vast mensen die ambitie hebben. In hoeverre is aan de politiek de juiste plek en in hoeverre kunt u dat er misschien wel beter naast doen? Kijk, of de juiste plek is om een inspirerend verhaal te vertellen, dat hangt vooral af of je daar op die plek nog toe in staat bent. En dat, in mijn geval liet dat de wensen over. Omdat je toch veel energie nodig hebt, in dit geval in mijn geval te veel, of in ieder geval alles consumerend, om te doen waarvoor je daar zit. Daar is het zeker de beste plek voor. Als je het land wil veranderen, dan is er geen betere plek dan de politiek. Ik zei altijd tegen heel veel fractiegenoten, en in de politiek is het heus niet altijd leuk. Dat mogen jullie elke dag overlezen. Het is heus niet altijd leuk. Dus er waren ook, die zeiden, ik stop ermee. Sommigen deden dat ook echt trouwens, maar ik stop ermee. En dan zei ik altijd, als je nou dat kamerpasje van je inlevert, spendeer je de rest van je leven aan dingen die je nu in 24 uur voor elkaar krijgt. Dus als je nu wegloopt, heb je de rest van je leven spijt. En dat is serieus waar. Het is alleen zo dat als iedereen in de politiek zou gaan, dan zou het ook niet werken. Je hebt al die krachten daarbuiten. Greenpeace is een buitengewoon nuttige factor, mag ik uit ervaring getuigen. Maar dat geldt ook voor alle andere bedrijven die bijvoorbeeld, zonder Elon Musk hadden we nog steeds met die invalide kar gezeten. Dus iedereen doet ertoe. Elk
pion of schaak, elk schaakstuk op het bord doet ertoe. Alleen de politiek is de enige die gelegitimeerd is om ermee te schuiven. Om daadwerkelijk dingen tot stand te brengen. In een democratische rechtsstaat is dat de enige plek waar dat kan. Dus ik zal nooit... misschien moet het nog erger worden, maar ook na de afgelopen 5 jaar, of ik mag wel zeggen juist na de afgelopen 5 jaar, trek ik niet de conclusie dat daar niet de plek is om te zijn. Maar Dirk, hoe frustrerend is het dat hij dan zegt, nou, echt wat een relaxed verhaal, ik vond het hartstikke goed. Oh, dat zeggen ze de hele tijd, dat doe ik al een jaar. Dus en dat jij dus nu lekker over duurzaamheid mag praten, toen je op de plek zat waar je dingen kon veranderen, de hot seat, kwam je en zei, jongen, ik heb een hartstikke verhaal. En zei iedereen, nee, ik wil het over deugd niet, dit hebben en dat hebben. Dat is toch gewoon... Het zou toch oneerlijk zijn als het allemaal leuk was. Dus het is gewoon, zoals het hele leven, het is een trade-off. Als je er buiten staat, kan je mooie verhalen vertellen. Als je er binnen staat, kan je mooie dingen doen. Hij zegt misschien mensen ook met ambitie. Jij zegt, ga de politiek in, dat is de plek om te veranderen. Ja, als je dingen wil veranderen. Als je alleen mooie verhalen wil vertellen, dan zijn er zat plekken. Waaronder overigens de politiek, maar het is niet de makkelijkste plek. maar als je dingen wil veranderen. Jij bent een project aan het runnen, ergens in het water. Hartstikke leuk. Niet meer bereiken dan wat je de afgelopen 5 jaar hebt gedaan? Dat zijn appels en peren. Maar als je kijkt waar het land op aanstuurde in 2012 en waar we nu zijn. En dat is overigens niet alleen aan de politiek te danken. Echt niet. Mensen hebben dat over het algemeen zelf gedaan. En de rest van de wereld helpt ook altijd een handje in onze open economie. Maar we hebben wel toevallig de paar dingen die we goed moesten doen, hebben we ook goed gedaan. En dat is buitengewoon bevredigend. Alleen de risk-reward systeem, hè, wat je krijgt in een normale leven, dat ziet er in de politiek heel ingewikkeld uit. Ja, je doet iets en je denkt, nou, daar zullen mensen wel voor op de banken staan. Nou, dat vind ik. Ik voel me heel erg af, terugkijkend, iemand die natuurlijk heel lang aan dingen heeft beslist, maar architect is best wel goed. Hoe kijk je terug op Groningen en hoe eigenlijk de twee die mensen daar zelfs van maken verwaarloosd? Ja, dat is een interessante, daar kunnen we een avond over vullen. Maar als ik het probeer kort samen te vatten. 1 week nadat we op het bordes stonden, ikzelf dan niet, maar onder andere de PvdA-ministers, kwam het rapport van Staatstoezicht op de mijnen, waarin stond, ja, verrek, we hebben het altijd ontkend, maar het lijkt toch echt erop dat er een relatie zit tussen aardbevingen en de hoeveelheid gaswinning. Dus stond er in dat rapport, u moet de gaswinning omlaag brengen. Dus ik gewapend met dat rapport richting de coalitietafel, om met de VVD-collega's en anderen te bespreken dat we het omlaag moesten brengen. En de eerste vraag die natuurlijk terugkwam, die ik mezelf ook al had gesteld, hoeveel dan? Dat stond er niet. Het Staatstoezicht op de mijnen zei, we hebben geen flauw idee hoeveel we het dan moeten terugbrengen. Later is die 12 miljard erbij gekomen. En die stond ook wel in dat rapport tussen alle andere cijfers, maar er stond bij, we hebben geen idee. U moet eerst meer onderzoek doen over de vraag, hoeveel moet het dan terug? Dat hebben we gedaan en daarna hebben we de gaswinning ook gehalveerd. Overigens nog steeds zonder echt precies te weten hoeveel, maar we konden er een betere slag naar slaan dan het eerst. Dus naar eer en geweten hebben we de reductie van de hoeveelheid gas gedaan conform wat er op dat moment aan kennis beschikbaar was. Wat fout is gegaan, maar wat niemand echt fout heeft gedaan, maar wat wel heel erg fout is gegaan, is natuurlijk de compensatie voor de schade die was opgericht. Maar daar zit wel een mooi verhaal, het is eigenlijk ook treurig, maar de incompetentie of de onmacht, moet ik maar zeggen, van het systeem om dit soort problemen op te lossen. Want natuurlijk ontstond er in Groningen meteen de vraag, ja nou, de NAM moet betalen. Maar meteen was de vraag, ja hoeveel dan? Ja, daar moet iemand naar kijken. Dus dan moet je een heel systeem optuigen, in onze rechtsstaat moet dat altijd, een heel systeem op gaan tuigen om ervoor te zorgen dat mensen daar naar kijken. Nou, de NAM tuigt zo'n heel systeem op. Dat is toch buitengewoon ongelukkig, want de NAM kon dat helemaal niet. De NAM kan naar gas boren, de NAM kan niet dit soort dingen doen. Maar goed, wij hadden gezegd, jongens, jullie zijn verantwoordelijk. De NAM voelde zich ook verantwoordelijk. Tuigt een heel systeem op, wat natuurlijk buitengewoon onlomp is, onbeholpen is, veel weerstand oproept. Dus op een gegeven moment zeiden we, nadat we hadden gezien dat het allemaal weerstand had opgeroepen, de NAM moet zich er ook helemaal mee bemoeien, moet iets anders verzinnen. En dat deden we, en vanaf dat moment gebeurde er helemaal niets meer. Want de NAM had zich eruit teruggetrokken, die tuigde dus niet meer zo'n systeem op. Sinds maart vorig jaar, daar is nu iedereen heel boos over, ligt het dus helemaal stil. Alle schadeafhandelingen worden niet meer in behandeling genomen, want we hadden tegen de NAM gezegd, je blijft hier met je vingers vanaf. Maar we hadden helemaal niet tegelijkertijd een alternatief systeem opgezet. Toen kwamen er ook nog eens verkiezingen.
Die wil iedereen graag, dat is allemaal goed. Dat mag ook, dat moet ook zelfs. Alleen die zorgen er natuurlijk wel voor dat je dan even wat minder daadkrachtig kunt opereren. Dus dat systeem is er pas nu gekomen. Sterker nog, het is er nu nog steeds niet, maar het is nu wel aangekomen. Ik zeg dus geen moment dat het goed is gegaan. Maar ik geef wel een, hoop ik, een beetje inzicht in hoe de onmacht is. Ik voelde af en toe net, dat Groningen heeft me natuurlijk 5 jaar lang achtervolgd. Tot in mijn slaap toe, bij wijze van spreken. En het voelde alsof je aan een touw aan het duwen bent. Weet je wel, dan gebeurt er dus niks. Ja, ergens in het midden. Dus dat kent van dat gymlokaal, dat grote dikke touw waar je dan touwtrekwedstrijden mee doet. Als je daar aan gaat duwen, dan proffelt er van alles op. Maar aan het eind, onbekend wat er dan precies mee gebeurt. Nou, dat gevoel had je. En dat is buitengewoon frustrerend. Maar ik kon ook niet het verlossende telefoontje. Wie moet je bellen om het dan wel op te lossen? Ik heb nog wel eens... Ik durf het hier nu wel toe te geven. Ik heb nog wel eens gezegd, dat dorpje Loppersum. Geef ze allemaal een ton. Interesseert me geen ruk. Dat is nog veel goedkoper dan dat ik allemaal advocaten en schade en een hele toestand ben. Iedereen een ton. Oh ja, wat vindt het dorp naast Loppersum daarvan? Ja, dat is ook wel weer een punt. In een rechtsstaat kun je niet zomaar, en dat in dictaturen wel gebeurt, kun je niet zomaar dat soort dingen doen. Je moet ergens een basis voor hebben. Als wij in 2012 hadden besloten, op basis van het rapport wat er toen lag, en we hadden tegen de NAM gezegd, geen gezeik, terug naar 12 miljard kuub. Dan had de NAM gezegd, oké, op basis waarvan? De NAM is een bedrijf. En die kunnen naar de rechter, dat mag in Nederland. En dan hadden ze gewonnen. Want we hadden geen poot om op te staan. Nu hebben we dat wel. Nu is er code rood, nu is er een aardbeving 3,8 en alle protocollen zijn klaargezet door ons. Nou, prima. Maar nu kan het. Blijft frustrerend. Dat zul je ook horen. Maar ik kan mezelf, ik kan niet aanwijzen. Het was een paar weken geleden Jan de Jong, die dat rapport had geschreven van SODM, die zei dat wij het besluit zouden hebben genomen om de gaswinning op te voeren. Nou, dat allereerst kan zo'n besluit helemaal niet genomen worden, godzijdank overigens in dit land. En ten tweede, Jan de Jong schreef niet op hoe ver we dan de gaswinning moesten terugbrengen. Had hij het maar gedaan? Ik kan me maar niet onttrekken aan de gedachte van net overleden Lubbers, die hartstikke moeilijk beslissing maakte en daarvoor beloond werd electoraal. Ja. En vandaag die hetzelfde doet, ja. En volledig gedecimeerd wordt. Ja, maar Lubbers had een andere achterban dan de PvdA. Zeker. Nou, dat is wel het cruciale verschil. Ja. Het cruciale verschil tussen de PvdA-kiezer, en nogmaals, ik neem het hem geen moment kwalijk, de PvdA-kiezer verwacht alles van de overheid. Verwacht veel van de overheid. Wij zijn ook een partij die dat pretendeert. Kijk, ik voerde campagne in 2012 expliciet met de boodschap, ik doe geen beloftes. Dat is het eerlijke verhaal geweten. Ik doe geen beloftes, het wordt ongelooflijk lastig, we moeten allemaal veel meer bezuinigen dan we leuk vinden. De werkloosheid zal oplopen en Europa wordt nog een veel grotere crisis dan u nu denkt. Mark Rutte die zegt geen cent meer naar Griekenland, die belofte gaat hij breken. Ik letterlijk het toen aangeven. Ik doe geen enkele belofte. Ik dacht, dat is mooi. Mijn disclaimer is binnen. Ik kan straks regeren zonder dat ik überhaupt aan een belofte gehouden hoef te worden. Nou, dat is een misvatting. De Partij van de Arbeid heeft een intrinsieke belofte in zichzelf. Wie er ook campagne staat te voeren. De intrinsieke belofte is, als wij aan de macht komen, zal het beter gaan. Zo simpel is het. Daar zijn we voor opgericht. Daar werken we mee. En die intrinsieke belofte werd allerminst waargemaakt. Want het ging natuurlijk in eerste instantie alleen maar slechter. Ja, de wereldcrisis woei nog even 2 jaar door. En dat heeft heel veel mensen natuurlijk gewoon teleurgesteld. Ook VVD'ers. Die dan na 2 jaar er weer opkrabbelen en denken, nou, nog niet zo behoord gedaan. Er is een belangrijk verschil tussen dat type kiezers en die van ons. En dat is gewoon een verschil tussen mensen. En dat kun je het beste vergelijken met het stoplicht. Het staat op rood en iedereen erachter staat te mopperen van wanneer gaat het nou eens op groen. Maar we staan allemaal te mopperen. Geef ze zeker maar. Onderlinge verbondenheid. Dan springt het op groen. De voorste rijdt als eerste weg. En in Nederland hebben we een merkwaardig idee. We rijden allemaal heel langzaam weg bij een stoplicht. Italianen vinden dat nog steeds onbegrijpelijk. Maar wij rijden niet allemaal tegelijkertijd weg, maar eerst wachten we tot de voorste. De voorste auto bevat de VVD-kiezers. Ondernemers die meteen aanpikken als de economie aanpikt. Mensen met een baan die meteen voelen dat de lonen weer wat bijtrekken. Of zelfstandige ondernemers die meteen profiteren van een aantrekkende economie. Onze kiezers zitten in auto 10. Die moeten eerst nog wachten tot het allemaal goed komt. Tot het stoplicht ook voor hen op. En wat doet iemand in auto 10?
denkt, ja, zie je wel, zij allemaal eerst. En dan moet je zien, als ik er ben, staat hij natuurlijk weer op rood. Dat zal je altijd zien. En dan staat er zo'n opgewonden meneer naast de stoplicht, die staat erop. Nee, het gaat echt op groen blijven, vertrouw mij. Dat ben ik dan. En die man in auto 10 die denkt, ja, ik ben al zo vaak genaaid. Die staat natuurlijk zo meteen weer op rood. Verdomme, meestal is dat ook zo. En dat is de tragiek van politiek bedrijven voor mensen die het echt nodig hebben. Maar om afsluiting, Diederik, we hadden het over de frustratie van Groningen. We hadden het over Lubbers, die is overleden. Nu gaan we iets overigens werd hij ook pas op de laatste, dat is wel interessant als je dat terugleest. In de laatste twee weken. Dus, en zo hebben wij ook in de laatste twee weken van 2012. Dus verkiezingsuitslagen zijn ook wel eens een merkwaardige een pendule die opeens even een tik krijgt. Hij leek dramatisch te gaan verliezen. Daarna had alles klaargezet. Alsnog in 86, nou, niks. En zei, ook achteraf heeft hij meer, het is wel makkelijker om terug te gaan om die mee te krijgen. En dan even, wil ik als laatste nog wel aan jou vragen, persoonlijk. Dus we hebben het over gehad voor politiek, we hebben geanalyseerd, dingen die je zelf wil bereiken. Over 10, 15 jaar verschijnen boekjes, wat een topkabinet, de architectuur, wat geweldig, wat was het beste van de Frans van Overtoom. En dan krijg je achteraf al die credits. Is dat nou op een persoonlijk niveau investeren? Nee, maar vijf jaar lang alle energie daarin gegooid. Ik kan mijzelf geruststellen met de gedachte dat dat echt niet gaat gebeuren. Dat zo werkt het gelukkig niet in dit land. Je bent niet als enige, ook niet als kabinet verantwoordelijk. Je hebt een paar dingen goed gedaan, nogmaals, en dat is al opgeschreven. En Nederland gaat rustig weer verder. Zo wordt het ook. Dus daar zal echt niet met grote. Tenzij dit kabinet ons in een dramatische toestand achterlaat. Maar geloof mij, dat gaat niet gebeuren. Dit is een middenkabinet. Nou, dat gaat door het midden regeren met een paar rafelrandjes. Over rechts, die natuurlijk stom zijn, maar goed, waar het land niet van kapot gaat. Dus nee, dus men gaat heus niet terugverlangen met weemoed naar dat geweldige kabinet. Ik maak het nu expliciet hilarisch om jullie dit duidelijk te maken dat dus niet gaat. En als allerlaatste voor de mensen in de zaal die politici leren denken, ja, ik weet niet, politiek in wel of niet, heb je nog een advies? Ja, doe het, tuurlijk. Er zijn al veel te weinig mensen die het willen en ik geloof dat we elke dag bijdragen aan het beeld waardoor nog minder mensen het willen. Dus het is echt wel belangrijk dat je voor de publieke zaak werkt, er is niks mooiers dan dat. Echt, en nogmaals, het kan ook op andere plekken in de samenleving, dus voel je ook niet mislukt als het niet lukt. Of als je iets anders wil, geen enkel verwijt, maar als je het idee hebt, joh, ik zou het wel eens willen proberen. En probeer het dan voor een partij die echt er iets van wil maken. Ja. Dat zou ik je dan licht subjectief wel willen aanraden. En de politiek is vooral bevredigend, gek genoeg, voor partijen die dat op geen enkel moment uitstralen, maar echt, die er zelf echt iets mee willen. En voor de VVD is nog steeds, en dat vergeeft hij me vast als ik dat nu zeg, maar als de politiek met vakantie gaat, dan wordt het VVD-verkiezingsprogramma uitgevoerd. En daarin staat dat de overheid klein moet zijn, zich nergens meer moet bemoeien, zich moet terugtrekken uit de samenleving. Ik chargeer enigszins, want van grote afstand is ook de VVD een sociaal-democratische partij. Als je vanuit Afrika ernaar kijkt, dan denk je, wat is dat voor linkse groep? Maar goed, ik chargeer het en dan zie je dus dat grote verschil. Voor de Partij van de Arbeid, en dat verklaart ook waarom kiezers eerder boos zijn, is het natuurlijk omgekeerd. Als de overheid faalt, faalt de PvdA. En bij Groningen was het overheidsfalen van epische proporties. En dus valt het even, ja. Oké, dan zeg ik als aan elkaar praten zou, dankjewel zaal voor de geniale vragen. Dankjewel. Ook namens de spil wil ik u heel erg hartelijk bedanken toen ik enkele weken geleden een telefoontje kreeg van Martijn. Of wij hier mee wilden organiseren, dacht ik natuurlijk ja. Hartstikke leuk om je te mogen verwelkomen in het prachtige gebouw. En traditiegetrouw geven we alle sprekers een speeltasje. Dus hier voor u een speeltasje. Dankjewel. Hartelijk dank. Dankjewel.